Opgave 51. Op een winterse dag was de temperatuur om 7 uur min 4,5 graad. 4 uur later om 11 uur was de temperatuur gestegen tot 2,3 graden. Bereken met lineair interpoleren de temperatuur om 9 uur 30. Nou, je weet misschien, hè, ik doe het altijd met een tabel, dus dat doe ik hier ook. Ik heb de kleine letter T en de hoofdletter T van temperatuur en tijd. Om 7 uur 's ochtends is het min 4,5 graden Celsius. En 4 uur later om 11 uur is het 2,3 graden Celsius. Dat graad Celsius hoef ik er eigenlijk niet bij te zeggen. Dus dat gun ik maar gauw weer uit. Zo. Bereken met lineair interpoleren de temperatuur om 9 uur 30. Nou, je ziet, ik heb mijn tabel al een beetje handig getekend. Want ik kan 9 uur 30 kan ik er tussen zetten. Nou, het eerste wat ik ga uitrekenen is zeg maar de richtingscoëfficiënt. Dus de verandering per uur. En je weet altijd, de richtingscoëfficiënt is altijd de delta y gedeeld door de delta x. He, de verandering van y gedeeld door de verandering van x. En de y staat altijd onder. Dus hier in dit geval is het de delta t gedeeld door de delta t. Dat gaat lekker. Grote t gedeeld door de kleine t. Nou, dat is 2,3. De achterste min de voorste. Gedeeld door 11 min 7. Die aan de onderkant die kun je natuurlijk prima. Ik doe even een breukentoets. 2,3 min min 4,5. Gedeeld door 4, 11 min 7. En dan zegt hij dat is 1,7. Dus dat betekent dat elke uur de temperatuur 1 graad omhoog gaat. Nou, wat moet ik doen? Nou, ik moet van 7 uur naar 9 uur 30. Daar komt 2,5 uur komt erbij. Dus 2,5 stapje. Ik begin bij min 4,5. En dan tel ik 2,5 keer die 1,7 op. Dus dit is je begin. Ik kan ook in het rood gaan. Dit is je begintemperatuur. Dan weer het aantal stapjes. En dan wat er per stapje is. En dat is natuurlijk de richtingscoëfficiënt. Dus dan krijg ik min 4,5 plus 2,5 keer 1,7. Dat is min 0,25 graden. Oké, gaan we naar vraag B. Ik moet nu de temperatuur uitrekenen om 2 uur 's middags. Dat is dus extrapoleren. Nou, ik zet hem in de tabel. Boven zet ik hem erbij. 2 uur 's middags. Ik heb maar twee gegevens, die van 7 uur en die van 11 uur. Dus mijn delta i, delta x, he, die richtingscoëfficiënt, of hier de delta hoofdletter t, delta kleine t, die is nog steeds 1,7. En ik moet nu kiezen, begin ik bij 11 uur of begin ik bij 7 uur? Nou, ik kies meestal de 11 uur. Dus ik begin weer bij het begin, dat is die 2,3, die hoort bij 11 uur. Dan tel ik het aantal stapjes bij op. Nou, dat is van 11 naar 14, dat zijn 3 stapjes, dus plus 3 keer die richtingscoëfficiënt, hoeveel het per stapje is. 3,7. 2,3 plus 3 keer 1,7. En dan kom ik op 7,4 graden Celsius uit. Nou, vraag C is natuurlijk wel relevant, maar ik hoef eigenlijk niet te rekenen. He, waarom is het onverstandig als je de temperatuur om 8 uur 's avonds wil inschatten met lineair extrapoleren? Ja, we weten, de temperatuur gaat natuurlijk waarschijnlijk niet doorstijgen. Dit zal wel in de winter zijn. En dan gaat het zonnetje om een uur of 4, wordt het minder. Zodat vanaf een uur 4 wordt het weer kouder. Dus dan zal deze stappenplan zal niet meer werken.